Deze beschouwing die gaat over Joris Demmink en Socrates en Martin Vrijland en nog wat andere pakkende namen die altijd weer leiden tot een hele hoop kliks. En dan horen mensen 15 seconden mijn stem en denken ze, oh nee, clickbait. Maar het staat goed, dan heb ik een lekker aantal views. Nee, het is nou 10:30 s'avonds. Morgen ga ik weer werken. Ga ik naar de gehandicapte zorg. En die locatie waar ik morgen naartoe ga. Ik ga naar 3 locaties. Overal ga ik even de vrolijke schoonmaker uithangen. Vind ik wel leuk. Een beetje afwisseling. Een hoop vreemde mensen, nieuwe mensen leren kennen. Dat is weer leuk. Die locatie waar ik morgen naartoe ga, die ene, daar ben ik al een keer geweest. Die andere trouwens ook, maar er werken iedere keer weer andere mensen. Dat is ook logisch hoor, het is vrij zwaar natuurlijk zo'n vak. En, dat draai je niet 40 uur in de week, dan draai je door. Hè? En ik als schoonmaker, ik draai ook geen 40 uur in de week, natuurlijk niet. Het hoeft ook niet. Dat hoeft niet, want ik leef heel zuinig. Anyway, ja, Martin Vrijland over die en dus de connectie van Martin Vrijland naar Joris Demmink en Socrates. Martin Vrijland die heeft een artikel geplaatst op zijn site. En die luidt zoiets als dat hij zijn mening heeft bijgesteld aangaande het LHBTI gebeuren. Dus iets van Martin Vrijland neemt het op voor de LHBTI gemeenschap. Zeg ik dat nog goed? Lesbien, homoseksueel, biseksueel, transgender, transseksueel en interseksueel moet je eigenlijk hebben. Ja, dus je hebt lesbien, dat is L. Dan heb je de H van homoseksueel, dat zijn dan de mannen. En dan krijg je de B van biseksueel. Dan krijg je de T van transgender. Dan krijg je de T van travestiet. Want een travestiet is geen transgender. En dan heb je de intersexe mensen. En dan ben je er, dacht ik. Ja, dan heb je ook nog de mensen die zeggen dat ze niet echt goed weten of ze nou biseksueel zijn of niet. Of homoseksueel of heteroseksueel. Die weten het niet. Die zijn genderfluid, natuurlijk. Want, ik weet het nog niet. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik ben niet lesbisch, ik ben niet homo, ik ben niet hetero, ik ben aseksueel. Zo. Die heb je ook nog. In totaal zijn er 29 genderidentiteiten. Dacht ik momenteel. Behalve dan die we vroeger altijd hadden. Dat was mannetje en vrouwtje. Daar is het ooit mee begonnen. Dus Genesis. Hoofdstuk 1 of zo, daar staat het al in. Man en vrouw schiep hij, met een hoofdletter H, hen. Dus God is een mannelijke entiteit. En die mannelijke entiteit heeft de man geschapen. En toen die man ging zeuren, toen heeft God de vrouw geschapen. Want die man die wilde zo graag een kompaan. Een manin wilde die man zo graag. Oké. God heeft eerst nog geprobeerd van, kan je dan niet gewoon een of andere giraf als kompaan nemen? En Adam zou zijn, nee, ik wil geen giraf. Of een krokodil. Ik wil zoiets als ik, maar dan als kompaan. Ja, toen dacht God, oké. En dan kreeg Adam de vrouw. Ja, toen was het vrij makkelijk allemaal. Nou, makkelijk. Het probleem was dat het was allemaal wel leuk met Adam en Eva.
Het punt was dat ze mochten dus alles eten. Ze waren veganistisch, by the way. Het was het paradijs. En daar at men alleen de vruchten van de bomen en de struiken. Zo staat het letterlijk in de Bijbel. De planten worden volgens de Bijbel ook niet gerekend tot het levende. Wist je dat? Al het levende, dat is het springende, bewegende, dat leeft allemaal. En een plant leeft dus niet. Niet in die Bijbelse zin. Er is wat voor te zeggen hoor. En, want kijk, als, ja, dan haal je natuurlijk ook de bodem weg onder de veganisten. Oh, zielig voor die planten dat je ze opeet. Ja, dat moet ik, ergens moet je eten. Maar dan aten we alleen maar planten. Vruchten van planten. Ook nog een keer. En toen had Adam tegen Eva gezegd van ja, het is allemaal best, je mag van alles eten, maar niet van die ene boom die in het midden van het paradijs staat. Van die boom mag je niet de vrucht niet eten. Dat is no go. Want op het moment dat wij dat doen, sterven wij. Nou, zo erg was het dan ook weer niet, want toen Eva ervan gegeten had, viel ze niet ter plekke dood neer. Alleen, ja, er was wel het een en ander behoorlijk voorbij. Dus ze waren niet, Eva was niet meer de Eva van daarvoor. Dus die Eva van daarvoor, die onschuldige Eva, die was als het ware gestorven. En toen heeft ze tegen Adam gezegd van, nou, als ik jou zou ik ook hapje nemen. Het is eigenlijk best wel, ja, wat zou ik zeggen? Het is eigenlijk wel te doen. En Adam, die sukkel, die deed dan vrolijk mee. Kijk, zo is het begonnen. Met man en vrouw. En by the way, in alle geloofssystemen heb je zoiets. Je hebt eigenlijk, je hebt dus de Bijbel. Het geloofssysteem van de Bijbel. En daarbij is God een mannelijk ding. God is natuurlijk geen ding, maar God is ook niet echt een persoon, zou je kunnen zeggen. Of moet je dat. Ja, het vergt een beetje fantasie om je voor te stellen wat God is. Maar voor zover je wat kan voorstellen bij dat wat God is, moet je denken aan een man. Moet je denken aan het persoonlijk voornaamwoord hij. En dat staat in schril contrast met geloofssystemen waarbij de topgod. Nou, laat ik zo, in die andere geloofssystemen heb je vaak meerdere goden. En dan heb je binnen die goden een hiërarchie. En dan vaak is de top. Dat is een vrouw. Niet altijd, maar vaak wel. Bij het katholieke geloof heb je dat bijvoorbeeld. Katholiek is een vorm van heidendom. En daar heeft men een gebed verzonnen. Helemaal buiten de Bijbel om. En dat heet Wees gegroet Maria. Op zijn Latijn Ave Maria. Wees gegroet Maria, gezegend zijt gij onder de vrouwen, gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God. Dus daarin heeft God dus, de katholieken hebben God even een moeder gegeven. Is een beetje vreemd. Maar dat kom je ook tegen in Babylon. En het katholicisme komt uit Babylon. Het is een, ja, hoe moet ik zeggen, een gepolijste versie. Of zo. Een zoet verpakte versie van het Babylonische geloof. Ik heb zelfs een keer zo'n katholieke mis gezien op YouTube. En dan staat er zo'n voorzanger.
En al die pracht en praal er ook bij. Hè? Allemaal goud en purper en rood. En ik weet niet hoeveel mensen in hun allerduurste kleren. Allemaal mensen categorie Bill Clinton en zo. Van die hele rijke mensen. En dan die man die dan het liedje, die zingt dan een liedje. En de ondertitel staat er dan bij. En dan heeft hij het over Lucifer. En dan vererend, hè? Oh, Lucifer, kom tot ons. Wat, denk je dan? Ja, dan jij toch ook? Door Lucifer. Dat was ooit een van de engelen. Een hele goede engel. In die zin, hij was een van de beste engelen of zo. Hè? In de hiërarchie der engelen zat hij bovenin. Maar hij is toen gevallen. Hoe dat verhaal nou precies zit, weet ik niet. Het heeft iets te maken met jaloezie op de mens. Dat hij dat niet pikte. Want God heeft de mens gesteld boven de engelen. Dus ook al kunnen de engelen meer dan mensen. En mensen zitten in het aardse materiële domein. Maar dan nog zijn die mensen dus belangrijker voor God dan die engelen. Dat gaf jaloezie bij Lucifer. En toen is Lucifer gevallen en vanaf dat moment heet hij Satan. Of de duivel. Ja, het is een heel verhaal. En die katholieken die roepen dan de duivel aan. Dat is typisch Babylonisch. Ik kan daar niks christelijks in verzinnen hoor. Anyway, het vrouwelijke en het mannelijke, dat kom je dus heel veel tegen. Niet alleen in de Bijbel, maar ook in andere geloven. In het Hindoestaanse geloof daar heb je een god en die heet Shiva. Dat is de god der vernietiging. Ja, drie keer raaien of dat een man of een vrouw is. Ik pak even mijn thee. En, ben je al uitgedacht? Is de god ter vernietiging in het Hindoestaanse geloof, is dat een man of een vrouw? Nou, kom op. Doe eens een gok. Dat is een vrouw natuurlijk. En die Hindoestaanse is ook niet gek. Trouwens, heb ik nog nooit een feminist over horen klagen, hè? Ja, wij worden weggezet door die Hindoestanen als een stelletje vernietigers. Ja, daar kunnen die vrouwen het mee doen. En Shiva, dat is de god der vernietiging. Dat is een vrouw. Die heeft 9 armen of zo, 6 armen, 8 armen. Ik weet het niet eens. En heb je in het Babylonische geloof, heb je Inanna? Maar dat is een strikt mannelijk en strikt vrouwelijk. Hè? En heb je die vrijmetselaar toestanden, clubsjes? Die hebben dan wat met Baphomet. En dat is een kerel met tieten. Heel raar. Maar dat is ook een mens met horens op zijn hoofd. Heel raar. En dan moet je ook denken dat die Baphomet, die wordt dan afgebeeld met zijn rechterarm omhoog en zijn linkerarm omlaag. Dat heeft dan ook weer een betekenis. En Baphomet is duidelijk tweeslachtig. En het is duidelijk heidens. Want mensen hebben geen horens op hun hoofd. En dat je daar dan een afbeelding van maakt, dat maakt dat je heidens bezig bent. Dat lijkt mij onbetwistbaar. En heidendom
Daar komt niks dan gesodemieter van. Ja, ik weet niet of jij daar ook zo over denkt hoor. Ik wel. En het punt is dat je, ja, je kan het nu niet zo goed meer zien wat er van komt, omdat zo'n beetje de hele wereld heidens geworden is. Dus dan heb je niet meer het verschil tussen heidendom en ja, gelovige gemeenschappen. En gelovig is dan bij mij in mijn woordenboek, gelovig conform de Bijbel. Misschien dat er een tijd aanbreekt dat, dat we de Bijbel uit hebben. Dat kan natuurlijk. Hè? Ik denk nu nog dat we qua de Bijbel zitten we nog voor de vier ruiters van de Apocalyps. Dat is nog een project wat ik nog wil gaan doen. En zal gaan doen. De ruiters van de Apocalyps gaan bespreken. Dat heet eschatologie. Dat is een mooi woord. Het einde der tijden. Dus eschatologie is de kennis van het einde der tijden. Want de tijd die wij nu hebben, die tijd gaat tot een einde komen. Want wij zijn fout bezig, namelijk. Dus een lange tijd geleden is dat fout gegaan toen wij vonden dat we er beter aan deden om een koning aan te stellen. En dat hadden we niet moeten doen. En dat zie je nou ook wat er van komt. Hè. Dus we hebben dus nu. Je hebt ooit dan die Willem de Zwijger gehad. En nou, daarvan kan je zeggen, daar hadden we wat aan. Het was een goede militaire strateeg. En het was een goede voorzitter. En een goede voorzitter. Want hij was hoofd van de verschillende stadhouders, of zo heette dat. Hè. Je had Holland, en je had Zeeland, en je had Friesland, je had Utrecht, en misschien Gelre of zo. En die hadden ieder een leider. En die kwamen dan bij elkaar. En dan onder het voorzitterschap van Willem de Zwijger werden er dan, ja, noem het maar, nationale of landelijke beslissingen genomen. En Willem de Zwijger was een goede voorzitter in die zin. Hij liet iedereen aan het woord. En hij vond dat wat de afzonderlijke provinciën zelf konden regelen, dat moesten ze lekker zelf doen. Dat heet communitarisme. Het zit in principe in de grondwet van de EU ook. Hè, dat de EU-wetgeving alles wat landen zelf kunnen beslissen moet afstaan aan de landen zelf. Alleen dat doen ze dus niet. Weet je nou, subsidiarisme of zo? Subsidiarisme? Ik weet het niet. Het staat wel ergens in de grondwet van de EU dat de EU zich dusdanig moet opstellen. Maar dat doet de EU niet. De EU die trekt alles naar zich toe. Nou, dat gaan wij wel beslissen. Nee, dat hoeven jullie niet over na te denken. Dat doet de EU wel. Bij ons wordt het bestuur dus heel erg gecentraliseerd. En Willem de Zwijger, er was er meer eentje die zei, nee, decentraliseren, zoveel mogelijk. Maar Willem de Zwijger is doodgeschoten door de katholieke kerk, door de universele kerk, door Babylon. En die familie is ja, doorgegaan met het koningschap. En wat je nu hebt, die Willem-Alexander, ja, die loopt regelrecht achter Babylon aan. Ja, dat is een Babylonische koning. In die zin dat hij heeft niet zoveel te vertellen, maar hij hij doet braaf mee met de paus. Of het circus van de paus. En zijn vrouw ook. Ja, kortom, daar hebben wij niet zoveel aan. Dat kost een hoop geld, dat wel.
En mensen gaan zich eraan irriteren. Hij heeft een kersttoespraak gehouden waarin hij zei dat het euvel is als mensen alleen maar denken aan zelfverrijking en dat ze, weet ik veel, iets sociaals moeten doen of zo. En op Facebook zei er iemand van ja, dat moet hij vooral zeggen. Hij schijnt de afgelopen tijd 3 miljoen euro meer te hebben ontvangen dan afgesproken was. En meneer gaat dat niet eventjes teruggeven. Hij heeft zoiets van, nou, eens gegeven, blijf gegeven. Het is nou van mij, hoor. En zijn oudste dochter, die wordt binnenkort, in één klap wordt ze miljonair. Ja. Een miljonair van wat? Ja, van ons geld natuurlijk. Nee, we hebben niet zoveel aan die familie. En dat geldt in het algemeen voor al die koningen. En dat is fout gegaan. Al heel lang geleden, hoor. En het is natuurlijk ook zo dat iemand met een grote mond die, ja, die wordt meestal de baas. Anyway, die tijd waarin we dus leven onder een heerser, die, ja, die tijd gaat voorbij. Zo. Dat is straks over. Ik weet niet wanneer straks is, hoor. Ik weet wel dat die volgorde die in het boek Openbaring staat, het zijn de openbaringen van Jezus Christus opgeschreven door Johannes. En Johannes is ook de auteur van het vierde evangelie van de Bijbel, van het Nieuwe Testament. Een heel mooi evangelie. Met de gouden openingszin, in den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Oh, geweldig. Een waarheid als een koe. Hè? En Johannes heeft dus, ja, namens Jezus Christus opgeschreven wat ons te wachten staat, in welke volgorde het komt. We krijgen eerst een periode van vrede. En die is nog niet. Ik zou niet weten wanneer die dan geweest is. En er komt eerst een periode van vrede. Wereldwijd. En dan, ja, hoe lang dat gaat duren, ik denk meerdere generaties. Ik denk dat wij helemaal gewend gaan raken aan het feit dat het altijd vrede is. En altijd vrede is geweest en dat vrede hoort. En dan begint het gesodemieter. Dan krijg je oorlogen. En dan krijg je hongersnoden. En dan krijg je ziektes. Ja, en dan is het de puinhoop compleet. Er staat ons nog wat te wachten. Volgens de Bijbel. En ik denk dat dat ook niet anders kan. Want wat we nu aan het doen zijn, dat, ja, dat is wereldwijd Babylon, meer niet. En dat merk je dan aan de seksuele moraal. Seks is primair voor de voortplanting. En dat is ook heel gezond. Wij mensen kunnen niet onszelf gaan klonen. Dat is niet de bedoeling. Geslachtelijke voortplanting, dat schept juist al die variëteit. Dus dat is heel goed. En een mens die heeft een hele tijd opvoeding nodig. Een krokodil niet, hè? Als een krokodil geboren wordt, dan,
Ja, zijn moeder is in geen velden of wegen te bekennen. Echt niet. En zijn vader al helemaal niet. Zijn krokodil is gelijk al helemaal alleen. Een eend of een kip, die heeft nog een tijdje wel een moeder. Maar die heeft hij ook niet zoveel aan. En niet zo heel lang, dat is een paar maanden en dan is het klaar. Nou, en dan bij de zoogdieren, een poes bijvoorbeeld. 6 tot 8 weken bij de moeder en dan is een poes klaar, hoor. Dan weet hij het al helemaal zelf. En een mens niet. Een mens heeft 14 jaar opvoeding nodig, minimaal. Als alles goed gaat, 14 jaar. Een hele snelle rik, dus in 12, 13 jaar is hij klaar. Maar gemiddeld heeft een mens 14 jaar opvoeding nodig. En met de kwaliteit van de opvoeding die we nu aan de kinderen bieden, ja, red je het met 14 jaar niet. Dan heb je hele kinderachtige mensen van 14. En dan duurt het dus lang voordat ze eindelijk een beetje volwassen worden. En dat komt ook doordat de overheid dat wel best vindt. De overheid wil eigenlijk een zo kinderachtig mogelijke bevolking. Omdat onze overheid is niet echt in staat om ons leiding te geven. Dus hebben ze een bevolkingsschare nodig die dom is. Dom en kinderachtig, kortzichtig is. Dan heeft onze overheid nog een beetje de kans om te doen alsof ze het beter weten. Ja, daar komt op neer. Dat is Babylon. Dat moet tot een einde komen, dat kan niet anders. En nu terug naar het verhaal van Martin Vrijland. Kijk, Martin Vrijland heeft gelezen dat bij in vitro fertilisatie dat de kans op chimeren toeneemt. En een chimeer, dat is een mens met 2 verzamelingen aan DNA. Dus die heeft het DNA van 2 mensen in zich. Dat bestond, dat is aan het licht gekomen met mannen en die hadden een kind verwekt bij een vrouw. En toen werd er een DNA-test gedaan om te kijken of het het eigen kind was. En dan bleek dat DNA niet te matchen. Maar dat was omdat het DNA van het mondslijm van die man, dat was niet hetzelfde als het DNA van zijn kind. Maar het DNA van zijn huppeltje pup, dat was wel hetzelfde. De verklaring daarvoor is dat er dan bij de conceptie iets raars is gebeurd. En wat normaal gesproken, als je een tweeling hebt die niet eeneiig is, hè, dan heb je verschillend DNA. Maar je kan ook een tweeëiige tweeling hebben. Dat noemen ze een anderhalf-eiige tweeling. Hè? Heel ingewikkeld. En dan zit dat er samen in één. Bevruchte eicel. Het zijn als het ware 2 mensen die een soort Vietnamese, een Siamese tweeling, helemaal in elkaar vergroeid. Zodat je denkt, het is gewoon 1 mens, ik zie er helemaal geen 2. Maar het zijn er eigenlijk 2. Chimeer. Komt niet heel veel voor. En in het natuurlijke helemaal niet. Zo goed als niet. Maar bij in vitro fertilisatie komt het, er wordt gesproken over 33 keer zo vaak voor. Dat heeft Martin Vrijland gevonden in een Brits medisch artikel. Nou, ik neem aan dat die bron klopt. En ja, zo'n chimeer, die is dus niet per se mannelijk of vrouwelijk.
Want het is het DNA van twee mensen. Dus dat kan van twee mannen zijn, maar dat kan ook van twee vrouwen zijn. Maar dat kan ook van een man en een vrouw zijn. Kortom, je kan zeggen dat bij chimeren is de helft is man-man en of zeker vrouw-vrouw. En aan de andere helft is een man-vrouw, zeker vrouw-man. Ja, dus als je twee sets hebt, heb je links en rechts, zeg maar voor het gemak. Heb je links een mannetje, rechts een mannetje, ben je dus een mannetje. Met twee sets DNA, maar je bent dus zowel links als rechts mannelijk. En je kan zowel links als rechts kan je vrouwelijk zijn. En je kan natuurlijk links vrouwelijk zijn en rechts mannelijk of andersom. Nou, zo kan je dus een vrouwelijk lichaam hebben, terwijl jij qua denken... Maar je hersenen zijn de hersenen van een man. Of het kan andersom zijn. Je hebt een mannenlichaam en de hersenen zijn van een vrouw. Dat wordt dan gezegd. En daar mijmert Martin over door. En zegt dan van ja, die in vitro fertilisatie, dat is natuurlijk wel iets van de moderne tijd. En het wordt allemaal steeds beter en het lukt steeds vaker en... Dat zou dus kunnen leiden tot een toename in het aantal homoseksuele en transgender mensen. En ook in het aantal interseksuele mensen. Het oude woord daarvoor is hermafrodiet. Het zijn mensen met de geslachtskenmerken van ja, allebei. En dus, zoals Baphomet. Alleen dan zonder horentjes op zijn hoofd natuurlijk. En dan zegt Martin Vrijland van ja, dat betekent dat je dus die mensen die met die transseksuele, transgender, LHBTTI agenda meedoen. Het is iets biologisch, dat zegt hij dan eigenlijk. En dat kan dus een biologische achtergrond, oorzaak aangelegen zijn. En dus moet je die mensen niet a priori veroordelen. En dat laatste ben ik zonder meer met hem eens. Dat moet je niet doen. En het zou natuurlijk kunnen dat Martin gelijk heeft dat het door die IVF komt. Ik heb ook aan hem gevraagd, van, heb je daar een statistiek van, is er een telling gedaan? Dus dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Dan neem je de homoseksuele mannen en vrouwen, die kan je zo benaderen via de gaykrant of zo. En dan vraag je aan iedereen of ze een enquête willen doen, of je belt ze persoon voor persoon op. En dan vraag je aan die mensen, is de conceptie, heeft die plaatsgevonden op een natuurlijke manier of was dat in vitro? In het glas, in een reageerbuis. Ben je een reageerbuis, baby? Ja. En dan kan je kijken of er onder die reageerbuis baby's of daar aanmerkelijk meer homoseksuele mensen, CQ... transgender, CQ, transtravestiet, CQ, ja, genderfluid, CQ, al die andere, ja, een van die 29 andere geslachten. Of dat dus vaker voorkomt bij IVF. Ja, ik weet het niet. Wist Martin ook niet, hoor. Maar het zou kunnen, ja. Los daarvan weet ik dat de nadruk die gelegd wordt op de seksualiteit. Ja, die klopt niet. Seks is voor de voortplanting. En that's it. En dan zeggen mensen, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker om te doen. Ja. Nou, dat vindt dan zo iemand.
Ja, maar jij moet het ook vaker doen. Dat ga je het ook lekker vinden. Dan denk ik, ja, waarom? Waarom moeten mensen aangezet worden tot het vaak doen van seks? Waarom? Ik heb het op een bepaalde manier makkelijk in die zin dat... Dat komt denk ik door mijn leeftijd. Ja, dat weet ik wel zeker. Maar voor iemand van mijn leeftijd... En aangezien ik niet val op mensen die aanmerkelijk jonger zijn dan ik. De moeder van mijn kind was 10 jaar jonger en dat is toch wel zo'n beetje de grens hoor. Voor mij dan, hè? Ik denk, oh jeetje, maar dat, ja, dat scheelt toch, ja, niet een generatie of zo, maar dat scheelt toch wel aanmerkelijk. En meer dan 10 jaar, nee, alsjeblieft niet zeg. Ja, dus als ik nu een leuke vrouw zou ontmoeten, en stel die was 40 of zo. Ik zou niet weten wat ik aan moet met een vrouw van 40. Dus ja, als ik wat zou willen met een vrouw, dan wil ik een vrouw door, ja, minimaal 55 of zo, of 54, zoiets, hè? Maar bij mensen van die leeftijd ga je toch niet meer denken aan seks, of wel? Ja, ik niet. Dat is toch de leeftijd dat je te maken krijgt met allerlei lichamelijke onvolmaaktheden. Kunstgebitten en zo. En, heb je gevallen van een vrouw met een plastic heup? Ja, sorry, ik maak er maar een grapje van. Maar kijk, er komt een dag en dan wordt het gewoon minder. Dus dan kijk ik er natuurlijk ook anders naar. En dan denk ik van ja, ik heb me in mijn leven heel erg veel bezig gehouden met seks. En ik heb porno gekeken. En ja, en nu zegt het me dus echt ook porno kijken. Dat zegt me helemaal niks meer. Toevallig laatst dat ik dacht van, zou het me echt nog steeds helemaal niks meer interesseren? En toen ben ik nog even naar een van die oude sites gegaan waar ik dan vaker kwam. En dan kijk en denk, oh ja, dat vind ik niks. Oh, dat vind ik niks. Oh, dat vind ik ook niks. Oh, dat vind ik ook niks. Dat vind ik niks. Oh ja, dat heb ik dicht gedaan. Ik vind echt helemaal niks meer. En de seks is helemaal niet zo belangrijk. Het is leuk met een vaste partner. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat je het lekker samen doet. En als je allebei jong bent. En je bent allebei gezond. Dan denk ik, kom, zullen we het lekker gaan doen vanavond? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik heb zelfs niet zo'n denderend seksleven gehad. Ik heb wel goede seks gehad hoor, maar... Nee, niet overdreven vaak. Ik heb ook een ongelooflijk vervelende, hoe heet het noemen? Platvloerse, saaie seks gehad. Ik denk van, auw, weet je dit? Nou zeg. Maar ja, seks is een overgewaardeerd ding in de maatschappij. Dat is mijn mening en daar blijf ik bij hoor. Er wordt veel te veel waarde aan toegekend. Je moet je niet focussen op seks. Dat schiet je helemaal geen donder meer op. En mensen die gekozen hebben voor een homoseksuele levensstijl... Daarvan is vastgesteld dat die 20 à 30 jaar jonger sterven. Dat kost je dus wel eventjes tientallen jaren van je leven. Ha, 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 ha. Het is niet zo tof. En dan kom ik dus aan Socrates.
Socrates, die had vrouw en kinderen. En hij had een minnaar. En dat was een jonge man. Algibiades, heette die. Ja, geheugen. Nou, ik heb gestudeerd in Nijmegen. En in Athene was het gebruikelijk dat je seks had om twee redenen. En de ene reden was voor de voortplanting. Dan had je seks met je echtgenote, je vrouw. En de andere reden was voor het vertier. Voor het genot. En dan had je het met een man. En Athene, dat is een duidelijk heidense maatschappij. Hè? Wat ik al zei, heidendom, daar komt niks aan ellende van. En Athene is daar een goed voorbeeld van. Nu wordt er toch gebruld op internet van ja, en de 1% heeft alles en de 99% heeft helemaal niks. Ja, dat is Athene. Dat was in Athene zo. 1% van de mensen die in Athene in de rondte liepen, die hadden het voor het zeggen. En de rest was slaaf. Ja, dat is de Atheense samenleving. Dus wat wij dan democratie noemen, dat het volk mocht stemmen. Ja, die 1% mocht stemmen. En die 99% die hadden te druk met het sjouwen met de poepemmers. En het eten koken en de kleren wassen en de straten schoonhouden en allemaal die andere dingen. Die hadden helemaal geen tijd om naar de stembus te gaan. En dan dus die 1% die dan de baas was over de rest. Ja, homoseksualiteit was de norm. Zo moet ik het zeggen. Dat was de norm. Dat Socrates een reetridder was, dat was helemaal niet bijzonder. En wat je nu ziet in onze samenleving is dat dat komt dus weer terug. En dan kan Martin Vrijland zeggen, maar ja, dat komt door de IVF. Hij heeft nog twee andere oorzaken, maar die kan hij ook niet hard maken. En die andere oorzaak is vaccinaties. Nou, dat vind ik een hele vage. En moeilijk te bewijzen, natuurlijk. Want je hebt geen nulgroep. Je hebt geen groep die niet gevaccineerd is. Dat is een... Dan zou je dus moeten aantonen dat mensen die gevaccineerd zijn, dat die vaker homoseksueel zijn, transgender of travestiet. Of interseksueel, hermafrodiet. Nou, bijna iedereen is gevaccineerd. Maar ja, je kan natuurlijk wel kijken, want de ene mens heeft meer vaccins gehad dan de ander. En nou ja, kijk, Martin Vrijland oppert het en nou, misschien is het de moeite van het onderzoeken waard. En die andere waar Martin mee komt, dat is dat het gaat om plastics. En dan denkt hij, denk ik, met name aan die weekmaker in plastics. Bisphenol A, onder andere. En die lijkt dat stofje, daar maken ze plastic dan zacht mee. En bisphenol A, dat lijkt dan veel op het vrouwelijk geslachtshormoon, op oestrogeen of zoiets. Ik weet niet precies de details. Maar ik weet dat verhaal, daar zit wat in. Dat heb ik over gelezen. Een keer weet ik niet meer precies hoe het zat. Vind ik niet zo interessant. Maar zou ermee te maken kunnen hebben. Wat ik weet is dat in Griekenland, in Athene, daar was homoseksualiteit de norm. En ja, hier in Nederland, toen ik geboren werd, helemaal niet. Er was niemand homoseksueel. Daar werd wel eens over gesproken dat je dan... Ja, er waren dan mannen en die deden het dan met elkaar. Maar in principe hielden die mannen dat angstvallig verborgen.
En ze hadden dan clubs waar ze in samenkwamen, maar ja, die bevonden zich in achterafsteegjes en ja, die gingen daar, ja, men liep er niet mee te koop. Dus het was duidelijk een randverschijnsel. En in mijn familie komt het niet voor. In al mijn, of al mijn families, maar dus in mijn eigen familie, in mijn schoonfamilie. Nou, mijn eigen familie van vaders kant komt er niet voor. In mijn familie van moeders kant komt er niet voor. Nou, in de familie van de moeder van mijn kind komt het niet voor. Ook aan de vaderskant niet en de moederskant niet. En mijn andere vriendinnen, ja, daar kwam het ook niet voor. Dus, ja, het is, alles bij elkaar heb ik dan toch over misschien wel 100 mensen. En ja, op 100 mensen dus nul. Homoseksuele, transgender, lesbische, travestiet, intersex. Helemaal nul. En nu hoor je het wel heel veel. En ik heb het idee dat het erg benadrukt wordt. Dat, er is een rapport geweest, dat is het Kinsey Report. Dat ken je misschien wel, het Kinsey Report over seks. Er zijn verschillende rapporten door die man uitgebracht. En dat gaat dan door voor nou, echt officieel wetenschappelijk onderzoek, maar dat is het niet. Het is doorgestoken kaart, er is gesjoemeld met die gegevens. En die man zelf, hè, die Kinsey, is een beetje een vaag figuur. En er wordt dus gezegd dat hij kwam ooit toen met dat rapport dat 5% van de mensheid homoseksueel is. En ja, dat getal wordt zwaar in twijfel getrokken. En dus in mijn familie, kan ik je dus zeggen, in mijn familie, ja, zou dan 1 op de 20 een homoseksueel moeten zijn. Nou, dat is echt niet zo. Verre niet. Dat is minder dan 1 op de 100. Dat is minder dan 1%. Want namelijk helemaal nul. Dus. Ja, waar heb je het dan over? Hè? Ik zou het niet weten. En dan Joris Demmink. Hè? Dat was secretaris-generaal van Justitie. Die deed het met jonge homo's. Net als Socrates. Alcibiades was een jong ventje. Dus net als Joris Demmink hield Socrates van seks met jonge homo's. Alleen Joris Demmink heeft dan gezegd, of laten zeggen op het NOS-journaal, dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Want ja, er gingen stemmen op dat hij het gedaan had met mensen die dat, ja, waar dit officieel niet mee had mogen doen, omdat ze te jong waren. En Joris Demmink heeft gezegd, ja, dat zou best kunnen kloppen, want ik vraag het niet. Als er dan zo'n jonge iemand zegt van nou ja, voor €75 ga ik met je mee in je dienstauto en hè, waar heb je allemaal zin in? Ja, dan vroeg Joris Demmink niet van ja, hoe oud ben je eigenlijk? Want het mag niet beneden de 18 wat jij doet. Dat werd verboden en Joris Demmink heeft toegegeven van ja, sorry, maar op zo'n moment vraag ik dat niet hoor. Want ik heb graag seks met jonge homo's en om een of andere reden. Ja, maar goed, dat is dan Joris Demmink dat hij daar niet om vroeg. Niet eventjes een ID-bewijsje vragen of zo. En dat komt, daarmee geeft Joris Demmink ook te kennen dat hij dus de Nederlandse wet niet respecteert op dat terrein. Dat hij zegt van ja, volgens de Nederlandse wet moet je dan 18 jaar of ouder zijn. Wil je je lichaam prostitueren of hoe heet dat netjes, hè? Wil je het vak legaal mogen uitoefenen en wil je dus dat je klanten legaal bij jou je diensten af kunnen nemen, dan moet je 18 jaar of ouder zijn. En Joris Demmink dan zoiets even, ja, dat kan wel in de wet staan, maar
Ja, ik vind de wet niet zo belangrijk. Dus ik heb er nooit naar gevraagd hoe oud ze waren. Dat is dan de secretaris-generaal van Justitie. Hè? Die dan even laat zeggen op tv dat hij het niet zo belangrijk vindt, die wet. Bepaalde onderdelen dan, in dit geval dan de leeftijd van een prostituee. Zei van, ja, daar denk ik zelf anders over. Dus in principe, als jij aangehouden wordt op de snelweg, of je krijgt een bon van het justitieel incassobureau of zo, dat je te hard hebt gereden op de snelweg, dan moet je zeggen, ja, wil je luisteren? Kijk, ik maak graag een beetje vaart, snap je? Ja, en ik kijk niet altijd hoe hard ik rij, hoor. En dan stuur je het gewoon terug. Gewoon dat ding retour sturen. Ja, gewoon een retour envelopje en dan schrijf je gewoon op. Allah Joris Degen, ik refereer aan de heer J. Demmink. Ik rij graag een beetje door en ik kijk niet altijd hoe hard ik rij. Met vriendelijke groeten en dan je naam. Pieter Klaasma of zo. En niet betalen natuurlijk. Nou, natuurlijk niet. Joris Demmink toch ook niet? Huh? Joris Demmink heeft ook niet. Natuurlijk niet. Nou ja, dus jij hoeft echt niet meer te betalen voor een snelheidsovertreding. De parkeerbonnen hoef jij niet voor te betalen. Als jij dat niet wil, hè? Als Joris Demmink dus, omdat hij weet van die wet, maar hij denkt er zelf anders over. Dus als jij vindt dat jij je auto best mag parkeren op de stoep ergens in van de Billenbrugstraat of zo, hè? Dan moet je dat lekker doen. En als jij een bon krijgt, dan zeg je van ja, maar luister, als ik ergens op bezoek moet, ik zet graag mijn auto een beetje in de buurt van wat ik moet zijn en ik kijk niet altijd of het mag, hoor. Dus hier die parkeerbon, steek hem maar in je reet. Ja. En dat is dus de... Dit mag je. Bij deze, voor mij mag ik nu echt doen, hoor. Beroep je er maar op. Dus de wetteloosheid is dat. En dat hoort bij die... Ja, bij de tijd waarin we nu leven. En bij de tijd waarin, bij die wetteloosheid hoort ook dat benadrukken van seks. Dat seks zo belangrijk is. Maar seks is helemaal niet belangrijk. Seks is ook verslavend. Dus als je het veel doet, dan krijg je er ook veel zin in. Als je het minder doet, dan denk je wel goed. Dan heb je al die dingen met van die opwindende lingerie en zo. Ja. Waarom zou je eraan beginnen? Dat zou ik ook zeggen. Ik wil nog niet even de moraalridder uitgehangen of zo. Maar neem dat fenomeen porno. Kijk, voor het kijken naar porno. Daar kan je behoorlijk opgewonden van raken. En dan kun je denken, nou zeg ik, heb ontzettend zin in seks gekregen. Ja. En dan komt je vrouw komt dan terug van de werk of van boodschappen doen, wat dan ook. En dan ga jij je seksuele opgewondenheid van die film, dan moet je jouw ego het maar eventjes gaan ontgelden. Want jij bent ineens zo geil als een beer. Dat slaat toch helemaal nergens op. En dan kan je zeggen, nou, maar we gaan samen porno kijken. Ja, maar ben je dan mee bezig? Dan ga je allebei opgewonden worden van een beeld. En waarom? Je kijkt naar elkaar en je hebt zin in seks of niet. Je hoeft er niet te kijken naar een plaatje. Wat word je er nou wijzer van? En ja, heb je dus een vaste partner, ja, dan maakt het me niet eens zo gek voor laat. Maar als dat dus niet is, je gaat het ook nog doen met Jan en alle man, ja, dan is het hek van de dam. Dat is echt slecht. Dat is echt slecht. Ik ben enorm gesodemiet ervan. Ik ken een vrouw en die heeft ook zo'n seksleven achter de rug, man. Oh. En waar zit ze nu? Nou, ze heeft twee kinderen. Die ziet ze allebei niet meer.
Al heel lang niet meer. Er zit ook helemaal geen verbetering in. De ouders ziet ze dan, nou ja, een jaar geleden heeft ze die nog even gezien. En nou, ze zijn best aardige mensen. En ze woont hier begeleid. Dus de overheid heeft er onder de vleugels genomen. En heeft ze een kamer in zo'n, ja, zo'n complex waarin allemaal mensen zitten met een kamer. Oh, ze heeft wel een eigen keukentje, dat wel. Ah, that's it. Een gedeelde toilet, gedeelde douche. Ja, het is genoeg voor een mens natuurlijk. Het is geen hondenbestaan. Maar wat heeft ze nou? En ze is iets van 6 jaar jonger dan ik. Ze zal nog 55 zijn. Maar die gaat nog wel een tijdje mee en ja. Nou, ik heb al met haar te doen. Zij is natuurlijk ook, een mens heeft toch behoefte aan contacten. En dan zit ze op Facebook. En we zijn ook, we zijn in het echte leven ook vrienden. Echt, we zijn vrienden. Ik mag haar. Dan zet ze op Facebook, zet ze allemaal van die dingetjes. En dan kan ik zien dat ze alleen is. En dat ze, ja, dat ze toch het contact en zo mist. Met mensen. Er wordt tegen haar gezegd van meid, gaat er terug naar je geboorteplek. Dus ze komt eerst uit Limburg. Nou, zei ze. Mijn ouders zeiden al, de ouders leven nog. Dat er tegenover de flat van haar ouders, daar was een appartement vrijgekomen. Ja, zei ik, nou, dat moet je doen, joh. Ja, dat wilden ze nou niet. Nee, ze, dan kunnen mijn ouders zien wie er allemaal op bezoek komen. Ik zei, je krijgt helemaal geen bezoek. Ja, dat ben ik dan weer. Ik wilde niet lullig, ik bedoelde niet lullig, maar ja, het is wel zo. Ik zeg, wanneer is dat voor het laatst iemand bij jou op bezoek geweest? Ze zei zo, ja, eigenlijk helemaal waar ik nu woon is nog nooit iemand op bezoek geweest. Ik zeg, nou precies, daar maak je nou druk over. Ga lekker bij je ouders in de buurt wonen. Kun je lekker de hele dag door Limburgs kletsen, joh. Maar zo iemand, dat is een heel eenzaam leven. En dan heeft ze dus wel ontzettend veel seks gehad. Alleen, ja, het levert geen duurzaamheid op. Dat is het punt. Dus van zo'n seksueel actieve maatschappij, dat wordt een maatschappij van uiteindelijk eenzame mensen. Dat is niet leuk. Dat is niet leuk voor de mensen. Dus, ja, vandaar dus dit verhaal over Socrates, Joris Demmink, en Martin Vrijland en de LHBTTI. En het zou kunnen hoor, dat Martin gelijk heeft, dat er biologen, dat er chemisch-biologische oorzaken van zijn. En aan de andere kant weten we ook dat ja, dat een maatschappij zoals die in Athene, daar was homoseksualiteit schering en inslag. En dat had niks te maken met IVF of plastics of vaccinaties. Dus je hebt die fenomenen niet nodig om te verklaren waarom LHBTTI mensen veel meer voorkomen. Behalve natuurlijk die I, want de hermafrodiet, daar kan je echt niks aan doen, zo word je geboren. Dat is ook nog 1 op de 4.500 mensen, hoor. Dat is ook niet niks. Dus hier in Arnhem, ik zal het even uitrekenen.
Dat is best een aantal nog, hè? In Arnhem heb je 100.000 mensen. En dan gedeeld door 4.500. Dan heb je in Arnhem meer dan 20 hermafrodieten. Ja, dat is toch een halve bus. En een bus van de openbaar vervoer. Vijf auto's. Ja, dat is niet heel veel, maar... Joh. En zou het dan toenemen, muur, met die hermafrodieten, zou ik echt niet weten. Maar homoseksualiteit wel. Ik ken zo'n jongen en zijn moeder die heeft... die heeft in totaal 3 kinderen, dus hij heeft 2... Hij heeft een zus en een broer. Die zus is een paar jaar jonger en die broer is dan nog een weer een paar jaar jonger. Hij is de oudste. En alle 3 hebben ze een andere vader. En alle 3 zien ze hun vader helemaal niet. Dat is heel zielig voor die kinderen. En hij is dan recentelijk, zegt hij, uit de kast gekomen. Zei hij toen. Nou, dat vind ik nou typisch een geval van iemand die een vader heeft gemist. En een ongetwijfeld een wat oudere man heeft hem dan verleid. En die gaat dan die vaderrol spelen en dan komt daar die seks bij kijken en dan lijkt het plotseling allemaal geweldig. En dan denkt hij dus het antwoord te hebben gevonden in een wat oudere man die dan la 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 la. En dit fenomeen hè, van vrouwen die kinderen hebben van verschillende vaders en dat die vaders niet betrokken worden in de opvoeding. Ja, dat fenomeen dat neemt enorm toe. Dus dat zie ik als een belangrijke oorzaak ook. Ja, goed. Dat is, ik weet niet hoe jij erover denkt. Kijk, voor ons, de christenen, maakt het voor onze houding niet veel uit. En wij hebben onze persoonlijke relatie met God. Wij hebben ons moreel te gedragen. Wij dienen vergevingsgezind te zijn. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En niet oordelen over een ander. Wat heb jij te zeuren over die splinter in andermans ogen en die balk in je eigen ogen? Daar doen we niet moeilijk over. Sukkel. Dat is Jezus hè, die dat zegt. Nou, voor ons is het toch allemaal hetzelfde. En wij leven nu in afwachting van het einde der tijden. En hoe lang zal dat duren? Ja, dat weet ik niet. Is dat belangrijk? Nee. Het is belangrijk dat jij leeft zoals onze Heer Christus Jezus wil dat jij leeft. En dan vooral dat je leeft dus. Dat je niet dood bent. Dood in je denken, dood in je handelen. Maar dat je leeft. Snap je? Mooi zo. Nou, en dan kan ik op zijn hamburgers tegen jou zeggen. Tjus. En dag lieverds.